Wie is het meest bijzonder mens die u ooit heeft ontmoet? Oeh. Moeten politici meer naar kinderen luisteren volgens u? Dat vind ik een moeilijke vraag, zeg. Kent u dan nog een leuke mop? Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Zenuwachtig niet, maar ik vind het op zich wel spannend. Want je hoopt natuurlijk, ja, je werkt er hard aan om zo goed mogelijk eruit te komen. Dus ik vind het wel spannend. Ja, en wat vindt u dan spannend? Ja, dat is toch het moment van 9 uur. Dan zijn de stembussen dicht. Hè. We gaan dus stemmen vanaf 7:30 morgens tot 9:00 avonds. En dan gaan die stembussen dicht. En op dat moment zie je dan bij de NOS en bij RTL zie je de eerste voorspelling van wat zou het vanavond kunnen worden. Nee, daar hebben ze een soort peiling gedaan die dag. Dat geeft behoorlijk gevoel al van wat gaat er gebeuren. Dat is een spannend moment. Ik heb dat nu vaak 3 keer meegemaakt. En dat vind ik altijd heel spannend. Wilde u vroeger ook al beroemd politicus worden? Nee, ik wilde eerst brandweerman worden en toen concertpianist. En daarna een goed historicus. Geschiedenis vond ik mooi. Ik was niet goed genoeg in piano, dus ik dacht laten we daar maar niet mee doorgaan. Ik speel het wel heel graag. Maar ja, om concertpianist te worden moet je echt heel erg goed zijn. Dat was ik niet. En ik ben zo in die politiek echt geïnteresseerd geraakt toen ik een jaar of 17, 18 was. Toen begon ik het echt te volgen. En ik ben de politiek pas ingegaan toen ik 35 was. Wat moeten wij als kinderen weten over de politiek? Of over de VVD? Nou, ik denk het belangrijkste is dat je weet waarom de politiek belangrijk is. Want het gaat ook over jullie leven. Heb je goed onderwijs? Heb je goede scholen? En dat vindt de VVD heel belangrijk. Dat je kunt worden wat je wilt worden. Dat je je talent ontdekt. Op jullie leeftijd begin je een eerste gevoel te krijgen van waar ben ik nou goed in? En waar ben ik minder goed in? En dan ga je langzamerhand keuzes maken. En dat je gewoon dat talent ook voor ons allemaal, want iedereen heeft er lol van als jij dadelijk iets gaat doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Moeten politici meer naar kinderen luisteren volgens u? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je, als je in de politiek zit, met iedereen in gesprek bent. Of het nou ouderen zijn of kinderen. Wat ik zelf heel leuk vind, is dat ik aan kinderen iets ouder dan jullie, die zo tussen 12 en 16 zijn, nog een paar uurtjes in de week lesgeef. Dat doe ik als vrijwilliger. Dus dan leer je heel veel van die groep. Andere politici doen weer ander vrijwilligerswerk. Maar het is wel belangrijk dat ik niet mijn torentje opsluit waar dan mijn werkkamer is in Den Haag. Hè, dat gekke gebouwtje. Dat ik daar niet de hele dag ga zitten. Ik moet de straat op, met mensen praten. En ook kinderen. Vindt u dat als er een wet komt die te maken heeft met kinderen, ook maar in het kleinste beetje, dat kinderen er dan over moeten meebeslissen? Nee, niet meebeslissen, maar als dat kan, is het helemaal niet verkeerd om kinderen te vragen wat vinden jullie ervan? Ik ben niet voor het verlagen van de leeftijd waarop iemand gaat stemmen. Die is nu 18 en volgens mij is dat goed. Maar ja, het is wel heel nuttig om te weten, gaat dit werken? Werkt dit? Dus probeer wel met kinderen over in gesprek te zijn. Wie is het meest bijzonder mens die u ooit heeft ontmoet? Meest bijzonder. Dat vind ik een moeilijke vraag, zeg. Er zijn wel een paar collega's in het buitenland die ik heel erg graag mag en die ik ook goed vind. Barack Obama, de vorige Amerikaanse president, heb ik hem een aantal keer natuurlijk gesproken en dat vind ik een bijzondere man. Maar ook de Duitse collega, Angela Merkel. Dat zegt jullie misschien wel of niet, dat weet ik niet. Ja, Barack Obama kennen jullie natuurlijk. Ja. En Angela Merkel ken je natuurlijk ook. Dat zijn natuurlijk toch heel bijzondere mensen. Maar het zijn toch vaak de mensen waar ik groot respect voor heb, die juist misschien niet op tv komen. Ik moest laatst, een vriendin van mij moest naar de eerste hulp, toen heb ik erheen gereden. Nou, dan zit je zo'n hele nacht bij de eerste hulp in een ziekenhuis. Zij had niet iets ernstigs, dus dat duurde vrij lang voordat zij behandeld werd, want dan gaan ze eerst de moeilijke gevallen doen. En dan zie je die artsen en dan zie je die verpleegkundigen daar zo'n hele nacht heel geconcentreerd werken. Dat zijn toch echte helden, mensen in de zorg, de artsen, de verpleegkundigen. Die zie je misschien niet op televisie, maar vooral groot respect voor. Bent u ook verliefd? Op dit moment niet. Nee. Wel geweest natuurlijk en misschien binnenkort weer, maar niet op dit moment dat ik er nieuws over kan vertellen. Okay. Ik kijk wel eens een film in mijn onesie met een bak chips of zo. Doet u dat ook wel eens? Ja, wat ik wel eens doe is gewoon wat ik heerlijk vind, is af en toe lekker gewoon een avondje buizen. Dus gewoon voor de tv zitten of een beetje op iPad kijken naar een mooie film of iets anders. Ja, ik vind dat heerlijk. Ik hou er wel van. Houdt u veel van grappen? En zo ja, kent u dan nog een leuke mop? Ik ben heel slecht in moppen vertellen. Dat ga ik maar niet proberen. Maar want dat is echt dramatisch. Heb jij een mooie mop? Ja. Vertel. Waarom heeft de koning een roze mobieltje? Een roze mobieltje? Geen flauw idee. Om mee te bellen.
Deze is in de afdeling, hoe moet je de giraf in de ijskast stoppen? Ja. Weet je dat? Ja. Deurtje open doen, giraf erin stoppen, een deurtje dicht. Ja. En een olifant? Ja. En ging die ook weer? Deurtje open, giraf eruit, olifant erin. Nee, wacht even. Deurtje open, giraf eruit. Olie uit het olifantje halen en dat vantje in de ijskast leggen. Ja. Wilt u misschien een Snapchat Absoluut. Zelf maken? Leuk. En welke oren krijg ik? Zo, laat maar eens even kijken. Wat voor drama dit gaat worden. Is hij dichterbij? Nee, juist verder weg. Verder weg? Ja. Hé, nu begint hij te pakken. Hij begon jou te pakken, zag je? Hij was bezig. Oh, nu krijg je... Ja. Wil je deze? Of... Ja, die is leuk. Die vind ik... Dan zien we er heel intelligent uit. Deze hond. Honden zijn ook heel leuk altijd. Moet je wel opslaan. Oh, je moet ook je tong eruit zetten. Ja. Wil je deze of... Deze? Die zou ik houden. Ja, dit is ook een grappige. Ja, die doen we. Deze? Okay. Ja. Nou, we zien er... We staan er goed op, meneer. Jeetje. Hebben wij weer. Complimenten. Knap gedaan. Dank u wel. Echt jongens, jullie kunnen zo journalistiek in. Leuk. Dank u wel. Dank je wel. Ik wil later ook politiek en of radio maken worden. Oké, okay. Zit dicht bij elkaar. Ja. Ja. Te gek. Leuk. Nou, tot snel.